dat hij diplomatisch met professoren moet omgaan. Een studentenvertegenwoordiger voor mij, als hij ideaal is, gaat hij ook maar goed kunnen luisteren. Die moet zich kunnen inleven in de ander. Maar die moet ook kunnen spreken. Ik vind dat een mandataris iemand moet zijn die geëngageerd is en dat ook een heel jaar lang kan blijven. En iemand die zich steeds goed voorbereidt, weet waar hij mee bezig is. Het is gebeten door studentenvertegenwoordiging. Communicatievaardig. Sociaal. Verantwoordelijk. Ik denk dat het belangrijk is dat je goed weet wat je doet, want als je voorbereidt op een vergadering zit, ben je eigenlijk zoveel meer waard. Open. Zowel naar anderen toe als naar nieuwe visies toe. Vriendelijk. Georganiseerd. Kritisch. Ja, iemand dat in een team kan werken en wil discussiëren, wil leren van anderen ook. Want ja, je vertegenwoordigt natuurlijk de mening van de studenten en niet je eigen mening. Dus het is ook belangrijk dat je naar andere mensen kunt luisteren en daar mee in discussie kunt gaan. Kan dynamisch werken. Betrouwbaar. Integer. Integer. Ieders stem kunnen verkondigen. Iemand dat bedreven is en er graag mee bezig is, dat is het eerste, denk ik, dat is het belangrijkste. Want uit dat kan alles voortvloeien, dus vooral een interesse en een passie daarvoor. Passie, goed kunnen spreken, goed je argumenten kunnen overbrengen, meer passie. Dus goed voorbereid, passie en nog meer passie. Passie, nog meer passie. En nog meer passie.